Iemand vraagt wanneer Ernie is uitgerekend. Want hoe gaat de komende periode eruit zien? Nu Bambi en Nala weer terug zijn, vinden mensen ze heel erg dik. We hebben een hengst gekozen die wel heel goed aanvult wat we dan bij zoeken. Hoi Jamal. Welkom bij een nieuwe video van Equitality. Zijn we weer. De penis. Oh, hij is echt hierbij komen. Oh, kom je ook in de Q&A? Ik zag het al de hoofd in één keer. Ja, daar zijn we weer. Maar we wouden eventjes met jullie bijpraten, want we zijn een tijdje weer afwezig geweest. We zijn op vakantie geweest, dus ondertussen heel veel gebeurd. Ja, we hebben military week gehad. Het was chaos. Het was voor ons ook even een beetje druk, zeg maar. Ja, dus we vinden het een fijn moment om eventjes... Recap. Recap en vragen te beantwoorden en vertellen over waar we de komende tijd mee bezig gaan, zodat jullie een beetje weten wat je kan verwachten. Dat is fijn. Oh, een paard. Hallo. Hier is een paard. Ik ga gewoon eerst eventjes wat vragen erbij pakken en tussendoor zullen we vast wel zelf wat nuttigs delen. Peanut, what are you doing? Een inhaker op de post van de winactie van Equestrian Stockholm die we hebben geplaatst en gelijk een inhaker op een bericht wat heel veel rondging. Iemand vroeg, waarom rijden jullie met bandages? Oh, dat, ja. Dat doen we eigenlijk niet. Nee, en je kon dat ook eigenlijk niet echt rijden noemen wat we die dag hebben gedaan. Nee, ik weet dat er veel ophef is over bandages en ik vind dat ook best wel terecht. Ik wou net zeggen, ik denk dat we ons daar ook wel bij aan kunnen sluiten. Bandages gebruiken we eigenlijk al jaren alleen voor de foto's. Ja. En verder kan ik er niet zoveel over zeggen. Nee, ik vind het inderdaad, als we die andere dingen erbij gestuurd hadden gekregen, dan had ik die ook net zo graag omgedaan. Ja. Die hadden we waarschijnlijk in de dagelijkse trainingen wel gebruikt. Ja, de beenbeschermers echt. Ja, roos pas op. Maar echte bandages, nee, daar rijden we eigenlijk niet mee. Ja, we hebben nu, zoals jullie weten, ben ik best al wel een poosje zwanger. Dus we hebben een paar rondjes gestapt. Ja. Harder dan dat ging niet meer. Dus we hebben ze eigenlijk alleen even voor de foto, voor de compleetheid erom gedaan. En ik denk bij die belasting dat het ook niet de schade aanricht. Dat het echt bij trainingen, zeg maar... Iemand vraagt wanneer Ernie is uitgerekend. Je hebt daar een app voor. Even naar de app. Het is niet gesponsord, maar ik heb er een app voor gevonden. Het heet Filium App. Het is gratis. En daar kun je, zeg maar, al je merries inzetten. Die dracht. Al je merries. Al je merries. En heb je die zo in een rijtje. En dan moet je gegevens invullen. En hier staat dat Ernie vandaag 99 dagen drachtig is. Wat een leuk getal. En... En de uitgerekende datum is 12 juni op een maandag. Pam, pam, pam. De zompietijd kom ik wel weer logeren. Oké, dat is goed. Dat is goed. Mag je gelijk op mijn kind passen. En hier staan trouwens ook... Roos, niet verder. Roos! Nee, gewoon in haar neus. Nee. Die camera. We zien onszelf, zeg maar, in het schermpje dat we naar de zijkant hebben geklapt. En die verdween echt een soort van in roze neus. Nou ja, in deze app... staan ook gelijk alle entingen gepland. Dus dat is ook wel heel erg handig. Wanneer moet de eerste enting erin? 6 december, heel specifiek. Ah, oké. Okay. Rhino-entingen zijn dat. En dan moeten ze er 3 zijn dat er. En dan heb je ook nog een extra influencer. Tetanus booster. En wanneer je extra moet ontwormen. Iemand zegt... Zo. Zo, bijna op jullie. Jullie. Kijk, deze heksenkring die we hebben gemaakt. Ja. Hoe denken jullie dat YouTube er over een paar jaar uit gaat zien? En wat gaan jullie dan doen? Nou, als ik dat zou weten van YouTube of andere bedrijven, dan had ik... Zou je daar nu al heel handig op in kunnen spreken? Ja, dan had ik al een paar investeringen gedaan, denk ik. Ja, nee. Dan had het leven heel anders uitgezien. Maar ik denk wel, YouTube is wel heel erg veranderd natuurlijk de laatste jaren. En het is, je komt er zeg maar niet meer zo makkelijk tussen, omdat steeds meer mensen het zijn gaan doen. Dus het hele algoritme werkt heel anders. Gross. En toen ging het volgens mij een beetje meer naar dat mensen echt dachten dat YouTube heel veel minder ging worden. Maar ik heb juist het idee dat het wel weer... Ik vind het ook een beetje seizoensafhankelijk. Ja, ik weet het niet zo goed. Ik denk dat het een beetje go with the flow is en gaan met de ontwikkelingen. Ja. Je kunt dat toch niet voorspellen. Je kunt niet een plan maken op 5 jaar, want je weet nooit wat er gebeurt. Ik bedoel, dat zien we allemaal nu ook wel weer in het leven. Okay, YouTube zal ongetwijfeld nog bestaan. En ik denk dat er gewoon hele andere updates en dingen zijn. Net ja, en als het niet zo is. En TikTok van. Ik wou net zeggen, en als het niet zo is, dan is er vast wel weer iets anders. Maar zoals het er nu uitziet, hoop ik in ieder geval dat we gewoon nog heel lang door mogen gaan met wat we aan het doen zijn. Dat hoop ik ook, maar jij moet eerst een poosje eentje. Er waren wat vragen over, maar misschien kunnen we het gewoon wel eventjes daar uitgebreid over hebben. Want hoe gaat de komende periode eruit zien? Op dit moment? Ik mag volgende week met verlof. Dat gaat natuurlijk niet gebeuren. Dus de week erna ga ik met verlof, denk ik.
Ik ga proberen om dat wel te laten gebeuren. En zoals het er nu uitziet, gaat dat ook wel lukken. En dan kan ik ondertussen, kijk, ik wil gewoon meer dingen thuis doen. Ik wil gewoon alles klaarmaken voor de babykamer. Ja. En ook echt wel eventjes de rust pakken die je nodig hebt. Ja, je moet ook even wat dagen hebben dat je lekker gewoon niets kan doen. Dan doe je wat dingetjes in huis of zo. Ja, maar ik gewoon... ben dan niet zo goed gewend. Nee, maar dat moet wel. Ja, dat moet. En dat vind ik dus gek. Dat is dus nog 3 video's en dan heb ik verlof. En we kunnen natuurlijk nog wel daarna wat. Verbannen we je ook. Ja, daarna zie je mij niet meer terug tot februari. Nee, dat zal zeker niet het geval zijn. En er zijn ook echt wel video's soms thuis die we kunnen opnemen die echt helemaal niet heel veel energie kosten. Of die dingen... ik zelfs wel heel leuk vind. Nee, maar het is meer gewoon naar dingen toe gaan om te filmen. En ja, echt die hele dagen. Ja. Die hele filmdagen ga ik overslaan. Misschien nog wel bijvoorbeeld video's als dit. Kunnen we misschien nog wel een keertje doen. En, ja, en ik denk ook met de vlogmas. Ga je eigenlijk vlogmas doen? Vlogmas! Ik ben het wel van plan. Alleen ik moet voor mezelf nog even kijken hoe het dan het meest handig is. Dat ik mezelf iets meer ruimte geef om nog tijd te hebben voor dingen. En ik wil net zeggen, als we kortere video's maken, zijn dat natuurlijk ook dingetjes waar ik wel mijn bijdrage kan leveren. Ja. Maar niet volle. Maar het lijkt me wel leuk. Want ik zou het zonde vinden, want er gebeuren waarschijnlijk heel veel leuke dingen in die dagen. Ja, precies. Dus ik heb wel een idee, maar dat idee... Weet ik nog niet. Nee, ik kan het nu wel met jullie delen, maar straks wordt het weer anders en dan heb ik jullie weer blij. Ja, laten we dat eerst vormgeven. Dus, ik heb volgende week een vergadering daarover met Floor. Ik ook. Mag ik niet bij de vergadering zijn? Jawel, maar je vroeg het zo aan mij, van wat ga je doen met vloggers? Dus daar oh, ja. Ik nog in die vorm een beetje aan. Oké, sorry hoor. Spijt me. Volgende week hebben we een vergadering met Floor, want die gaat ons daarbij helpen. Want als iemand wegvalt, is het wel makkelijk als je... Want vlogmas wegvalt. Ja, jij valt weg. is het natuurlijk wel makkelijk om vlogmas alsnog wel niet in mijn eentje te doen. Want het is best wel heftig. Veel werk. Ja. Heel veel werk. Ja. Dus daar gaan we het even over hebben. En dan hopen we daarna dat met jullie te kunnen delen. Maar het is nog geen kerst. Dus. Nee, dat klopt. Het is eerst nog Halloween. We hebben in ieder geval wel heel veel leuke ideeën. Dus we hopen er wel weer iets leuks van te maken. We beloven dat jullie iets extra's krijgen. Weer. Maar ja, ik zal dus iets meer naar de achtergrond gaan voor een aantal weken. En ja. Then I will be back. Met nieuwe energie. Zoveel nieuwe energie. Nieuwe levenservaringen. Dat wel. Ik heb daar meer vertrouwen in dan in de energie. En we hebben nu natuurlijk Daphne. Wij hebben Daphne. We hebben natuurlijk Daphne die ons helpt met de dingen op stal. En dat is ook echt heel fijn. Want gisteren konden we gewoon zomaar. Een dagje naar de Efteling. Ja, een dagje iets leuks doen. Dankjewel, Daphne, dat we dit mogelijk hebben. En de ouders van Iris. Voor het oppassen op de honden. Ja, en Daphne heeft volgens mij ook nog een buitenritje gemaakt met Roos. Want die gaat nu af en toe het bos in. Omdat ik dat eigenlijk toch niet meer, sinds vorige week eigenlijk niet meer doe. Ja, en City die is heel eventjes on hold gezet. Want die wordt volgende week geopereerd. Dus die voor degene die niet weten waar dat over gaat, check even de link in het i'tje. Ja. Want dat is wel heel erg balen. En we mochten, we mochten er wel om verder rijden van de dierenarts. Maar als je weet dat dit nog komt, is hier de meerwaarde er ook eigenlijk niet zo van. Nee, als het nog inderdaad een week is. En je weet niet wat er. Dat schermpje is echt al een paar keer verdwenen in de gaten. Oké, Ernie, zou je even uit het beeld willen gaan? Jij bent straks. Dus met Roos gaat het gelukkig weer een stukje beter. Dat is altijd gewoon... Ik vind het altijd moeilijk. Ik weet het nooit. Ja, je weet ook niet hoe lang het stand houdt. Het is nu weer een paar dagen, maar goed. Ja, ik dus hoop we kunnen wel blijven delen. Het gaat weer niet goed met Roos. Over het algemeen gaat het gewoon minder goed met Roos. Maar nu de laatste dagen wel weer goed. En kun je gewoon weer een beetje lekker haar in beweging houden. Ze is natuurlijk eigenlijk gewoon met pensioen. Ja, zoekt er niet zoveel, alleen een beetje door het bos. Ja. Maar een beetje, inderdaad, een beetje de bloeding op gang houden is wel goed. City, dus eventjes pauze. Die mag lekker, die is gisteren gewassen. Ik kijk nu naar hem heen. Die zijn nu alweer vies. Maar in ieder geval City, dat is dus even afwachten met de operatie. Ja. Dus die zetten we nu ook niet en het wordt ook wel een gecompliceerde ingreep. En ik ga kijken of ik een stukje van kan vastleggen. Maar ik wil ook niet al dat bloed in beeld hebben. Ik weet hoe de operaties eraan toe gaan, namelijk deze. Zo'n operatievideo waar je een waarschuwing voor moet geven. Maar het is wel een... We kunnen wel wat dingen filmen en misschien ook vragen aan de dierenarts. Ja, want ze gaat naar een gespecialiseerde kliniek volgende week. En dat zijn ook weer mensen die ik goed ken van de paardentandarts dingen.
En mijn collega is ook door hun opgeleid, volgens mij zelfs. En die gaat ook mee? En die gaat ook mee, ja, want die vond het ook heel interessant. Ja, dit zijn natuurlijk ingrepen die wij niet vaak, of die, wij doen ze zelf nooit, maar we komen ze ook niet heel vaak tegen, gelukkig. Wel eens, één op de zoveel paarden, maar het is... Gelukkig heeft jouw eigen paard... Echt hoor. Je kan zo zien dat de breuk heel diep zit, maar je kan dus niet heel goed zien of die ergens versplinterd is. Dus dat kan eigenlijk alleen via röntgen. Ja, want het gaat om een oude breuk in haar vlies. Ja, het is een breuk die er waarschijnlijk al heel veel langer zit. Alleen is die dus nu aan de vlakte, waardoor die nu helemaal gaat splijten, zeg maar, die kies. En dat maakt dus heel lastig als je hem eruit moet gaan halen. De kies zit in het midden van de rij. En hij gaat dus ook nog heel ver omhoog. Dus je moet voldoende hevelruimte hebben om naar beneden te kunnen. Maar je moet ook zorgen dat je niet versplintert. En je hebt niet heel veel zicht. Dus het is wel echt... Moeilijk. Ja, ze hebben daar een hele middag voor. Ja, het is echt iets dat moet je regelmatig doen. Of helemaal je mee bezighouden. Maar dat doe je niet zo even van... probeer dat wel even voor de grap. Oh, piertjes rook. Ja, dit is allemaal door het beeld gelopen. Oh. En ik hoop dat het staand kan. Dat we niet op tafel moeten, want daar heb ik geen geld voor. Hebben jullie wel eens haat? We hebben nooit haat. We hebben nooit haat. Nou ja, ik weet niet of je het echt haat kunt noemen. Want ik vind haat ook altijd een beetje... Een naar woord. Ja, alsof iemand echt gewoon doelbewust ons kapot wil maken of zo. Dat hebben we eigenlijk niet, gelukkig. Nou, die hebben we ook wel. Maar... Nee, ik denk dat dat inderdaad allemaal heel erg meevalt. Dat iedereen wel eens comments heeft van... zoals nu Bambi en Nala weer terug zijn. Vinden mensen ze heel erg dik. Maar dat heeft natuurlijk een reden. Ik vind ze ook niet dun. Nee, zijn ze ook niet. Ze zijn een beetje opgeblazen door, ik denk, elke keer die wisseling van ander gras en weer nieuw gras. Want dierenarts heeft ze ook gezien, recentelijk. Ja. En inderdaad, ze zijn dus niet dik als in vet, maar wel opgeblazen. Dus dat is waarschijnlijk toch iets gassigs. En het kan overgang van het gras zijn. Kan natuurlijk met eikels te maken hebben, ondanks dat we er heel veel van weghalen. Elke keer zal het toch echt wel zo uit de boom vallen. We hebben een heel handig supplement waarvan we hopen dat hij werkt. En als we hem hebben getest, dan zullen we het eigenlijk niet vertellen. Ja. Hoe gaat het nu met Ernie in de kudde? Ah, goed. Nou, we kwamen hier maandag aangereden en toen deden ze een soort heksenkring. Onze boy in zo'n soort graanskop. Ik weet niet wie dat had gedaan. Ik ook niet. En toen stonden ze met z'n drieën echt zo met die hoofden zo laag bij elkaar, alsof ze een of ander... Bezwering aan het doen waren. Ja. Ik moet heel hard lachen. Elke keer als ik de deur open doe, staan ze echt met alle drie die hoofden zo bij elkaar zo te kijken van wat? Wat kom je doen? Ja, net ook. Stonden ze daar zo op een rij. Ja, met z'n drie op de rij. Op een andere afstand. En dan zie je stip, dubbele stip en streep. Dat je denkt, ja hoor. Wat heet zij? Brandnetel. Hallo? Ik denk dat we wel kunnen stellen dat Ernie wel een soort van geaccepteerd is. Alleen is ze natuurlijk wel de laagste. Het is wel een klein beetje loser soms. Ja, want ze maar dat doet ze ook zelf soms wel. Maar ze staat heel vaak gewoon wel op een paar meter van de rest af. En dan heel vaak met de kleintjes. Ja. Dus dat is wel een beetje haar clubje. Maar ze mag ook gewoon bij de rest nu. Nee, je ziet inderdaad buiten etenstijd mag ze ook bij de rest. Ja. Als het toch... Wij maken altijd van die verschillende hooibultjes. En dan zie je wel dat Rose en City eerst kiezen welke bult ze willen. Ja. En dan mag Ernie de laatste. Aan die overblijft. Ja. Maar ik ben wel blij dat ze... Dat is ook logisch, kudde gedrag natuurlijk. Ja, en dat ze niet vanaf het begin inderdaad zo achter elkaar aan aan het jagen waren. Dat hebben we eigenlijk... Nee, ze zijn helemaal niet onaardig tegen elkaar. Oh, hoe gaat het met Iris en de baby? Alles onder controle. De baby gaat denk ik ook goed, spartelt veel. Maar vanmiddag moeten Bas en ik naar de verloskundige om een bevalplan te maken. Dus spanning en sensatie. Oh ja, nee, ik had een afspraak gehad met de anesthesist, omdat ik natuurlijk mijn rug gebroken heb gehad. En omdat ze wilde weten van tevoren... of ik in aanmerking zou komen voor een rugprik of als er met spoed een keizersnede zou moeten komen, dat je dan wel die injectie kunt zetten in de rug op de plek waar die dan hoort. En die worden normaal gezet een beetje ter hoogte van de wervel die ik dus gebroken heb. Dus vandaar dat ik een extra consult heb gehad en dat ze gingen kijken of dat kon. Nou, gelukkig kon dat allemaal. Kijk, en of ik dat wil, ja of nee, dat zijn allemaal natuurlijk, dat staat er allemaal los van, maar ze willen niet in een spoedsituatie dan in één keer bedenken, oh wacht, hij gaat hier helemaal niet tussen, want deze wervel zit niet goed. Nee, of dat je dan inderdaad achterkomt dat dat juist complicaties zou geven. Dus dat hebben ze uitgezocht. Daarmee heb ik ook wel een beetje doorgesproken wat dan de mogelijkheden wel zijn en wat voor mij afvalt. Want dat is ook wel iets wat wel aan de orde is. Maar goed, dat weet ik van tevoren, dus ik heb me al een beetje verdiept en dat maakt het gesprek voor vanmiddag wat makkelijker. En ik had nog een onderzoekje gehad voor de racesfactor, want we hebben natuurlijk weer
Ik ben natuurlijk weer uniek. Nee, nee, dat gaat om de bloedgroep. En als de moeder, ik dus, een bloedgroep heeft die... Ik dus. Ja. Ik weet eigenlijk niet eens of het voor alle negatieve bloedgroepen geldt. Ik denk het wel. Maar ik had dus een bloedgroep die dan weer bijna niemand heeft. En dan als de baby niet dezelfde bloedgroep heeft... Hi. Dan, of die heeft juist zeg maar positieve bloedgroep... dan kan dat problemen geven met de volgende bevalling. Want dan gaat je lichaam antistoffen aanmaken. Of stel je voor, ik zou van een paard vallen of aangereden worden... en ons bloed mengt. Dan ga je de baby afstoten... En dat is dus... Niet de bedoeling. Niet de bedoeling. Maar dat geldt dus niet als jij zelf een positieve bloedgroep hebt... en de baby heeft een negatieve bloedgroep. Oh, ik vind het veel te het is heel ingewikkeld. Maar ik had dus het volle pakket. Ik ben negatief. Baby is positief. En daar mocht ik een extra injectie voor in mijn bil. Alle paarden even geüpdate. Kort samengevat. Het gaat gelukkig... wat beter, alleen City is natuurlijk gewoon... dat is gewoon jammer, zonde. Ja, dat vind ik ook. Gewoon, en sneu, want zij moet echt altijd heftige dingen hebben. Ja, dat is echt... Ik bedoel, Roos heeft ook wel ziekte dingen, maar is toch anders. Die komt elke keer met een antibiotica kuur gewoon vanaf. Ja, en City moet altijd gelijk inderdaad geopereerd. En Ernie, die gaat... Ga jij nog met rijden of met training daar iets in aanpassen... nu ze bijna 100 dagen erachter is? Aanpassen niet echt, denk ik. Ja. Want je bent al zo fanatiek. Want ik ben al zo fanatiek. Nee, we doen gewoon echt heel rustig aan. En nu ben ik natuurlijk terug geweest op de military. En nu, deze week waren we wat dagen weg. Vanaf nu, volgens mij. Ja, ik ben straks ook weg. Dan heb je zoveel tijd. Ja, ik wou zeggen. Dan ga ik weer lekker gewoon... ik denk een beetje combineren met Daphne die mij vasthoudt. Want even een update in de training. Toen ik er weer opging vorige week... De week daarvoor is het gewoon alweer. Ja, waarom gaat de tijd zo snel? Toen merkte ik dat ze precies hetzelfde had als de vorige keer. Dat ze echt zo bol werd. En waardoor ik er dus afviel. En toen was Daphne er dus bij. En die zei, ik hou je wel even vast. En toen zijn we eerst wat rondjes gaan lopen. Zeg maar dat ik niet zelf been gaf van je moet doorlopen. Dus ik merkte dat ze zo bol werd en stopte met lopen. Toen dacht ik, daar gaan we. Here we go again. Nee, maar dan moesten we dus gewoon eventjes doorheen. Eventjes... Ik denk, misschien allebei wel wat zekerder worden. En ik voelde zo de spanning wegvloeien en toen kon ik weer gewoon alles doen. Dus ik moet daar gewoon even wat hulp bij hebben. Dus dat hoop ik weer verder te gaan doen na vandaag. Doe jij ook de andere paarden als ik er niet ben? Oh. Ja. City, dus eventjes voorlopig kijken hoe het straks gaat naar haar. Ja, maar ik denk dat ze nu inderdaad nu nog een week stil voor de operatie. Ja. En ik denk daarna ongeveer 2 tot 3 weken. En dan gaan we gewoon lekker weer afwisselen. Lekker stretchen en lekker naar buiten met Roos en City. En dan tegen de tijd dat Ernie gaat werpen. Nee, als ik merk dat Ernie het gewoon wat moeilijker heeft... dan zal ik haar ook lekker met rust laten volgend jaar. Maar ik denk dat je over het algemeen nog best wel lang door kan. Dat was misschien ook vorig jaar. En je kunt je schema ook gewoon per maand een beetje aanpassen... en kijken hoe ze zich voelt. Ja, dus niet dat we echt een strak schema hebben in het rijden met wedstrijden... Nee. Dat je afhankelijk bent van tijden of dingen. Dus we passen altijd eigenlijk wel aan op hoe de paarden zich voelen. Ja. Dus dat komt helemaal goed. Wat moeten we er verder nog over zeggen? Oh ja, het veulen. Gaan we die verkopen? Oh, het veulen gaan we die verkopen? Nou, was eigenlijk niet de bedoeling. Nee. Tenzij je echt iets heel stoms gecreëerd hebt. Het kan natuurlijk zo zijn dat we echt iets gecreëerd hebben dat gewoon niet bij ons past. En dan is het gewoon beter om iets anders te zoeken daarvoor. Maar het is wel allemaal eng om te zeggen, want het zit er nog in. En het is zo. Ja, de vorige keer ging het natuurlijk heel anders. Dus inderdaad, laten we maar gewoon eerst kijken hoe die dracht helemaal gaat. Als er iets uitkomt, wat eruit komt. Maar ik denk wel dat we kunnen zeggen dat we de intentie hebben, net als de vorige keer, dat het veulentje fokken voor onszelf. Ja, gewoon voor de toekomst. Ja. Want er gaat natuurlijk een hele lange tijd overheen nog voordat je er hier echt weer iets mee kunt. Ja, en mijn droom voor een eigen veulentje, wat ik toen met City had. En wat je dan, het is gewoon leuk om helemaal mee te maken en je hoofd is ook echt precies. Ja, maar ook dat je denkt, nou, een fijn karakter, een fijn paard. Ja. En Ernie is ook iets minder zen, maar wel heel leuk, maar ook 10 jaar jonger natuurlijk. Ja, we hebben een hengst gekozen die wel heel goed aanvult wat we dan bij zoeken. Ernie is verder zoeken. Ja, dus, voor de lange termijn, niet om leuk verkooppraatje te maken.
Nee, echt voor ons. Ja, gewoon iets waar we denken zelf wat leuks mee te kunnen doen. Hoe jij hier nou weer mee? Hoi, ik wil ook graag hier zijn. Meer over de hengst kunnen we jullie tegen het einde van het jaar denk ik wel vertellen. Ja. Ja, dan kunnen we iets dieper op ingaan. En dan weten we ook iets meer over hoe het nu allemaal gaat. Want we willen ook nog een pret-echo doen. Dat lijkt ons heel leuk. We hopen dat we de goed zitten met de datum. En dan kunnen we dat ook met jullie delen. En, ja. En wat ik trouwens even... De pret-echo klinkt natuurlijk gewoon leuk als een leuk extra. Dat is ook zo. In die fase van de dracht, inderdaad, als je goed mikt... kunnen ze ook zien hoe de placenta en zo eruit ziet. Of het allemaal goed eruit ja, ziet. En dat is dus ook iets waarbij je zou kunnen zien... wat City dus bijvoorbeeld de vorige keer had. Waar je dan in een vroeger stadium misschien ook kunnen opmerken. Ja. Dus het is pret, maar ook praktisch. Ja. Ja, en het lijkt me gewoon heel interessant om zo'n veulentje te zien. Want je ziet hem natuurlijk alleen maar in de cirkel altijd. In de cirkel. Bij de eerste echo en de tweede, of het hartje klopt. En dan zie je nog niet echt iets. Dus ik ben wel heel benieuwd wat je precies kan zien en of je iets ziet. Leuk. Ja, dus daarin nemen jullie graag mee. Maar ja, je hebt inderdaad maar twee fases van de dracht. En die zijn heel beperkt. Waarin je dat kan doen. En de eerste hebben we al gemist. Ja, en maar dan kun je ook de placenta niet checken. Nee, en de eerste was echt weer van binnen, zeg maar. Dus dan moeten ze weer via de achterkant naar binnen. En volgens mij is de tweede, die kunnen ze gewoon vanaf buiten. Dus dat is misschien ook iets gezelliger. Ja, vind ik ook gezelliger. En je kunt wat meer zien. En ze kunnen iets meer ook medisch checken. Ja, dus maar dat duurt dus even. Want dat moet op een specifieke tijd tip in de dracht. Dus ik hoop dat jullie weer een beetje bijgepraat zijn. En dat jullie weten wat we dus de komende tijd gaan doen. We zullen gewoon twee keer in de week blijven uploaden. Tenzij er bijvoorbeeld echt iets heel erg spoeds belangrijks tussenkomt. Waardoor we niet de tijd hebben gehad om te kunnen filmen. Dat kan natuurlijk altijd gebeuren. Maar over het algemeen gewoon twee keer per week een video. Weer meer posts. En in december dus wel speciale content. En gewoon leuke dingen voor jullie. Maar dat delen we binnenkort. Ja. Dus heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken en te abonneren. En tot de volgende video. Doei! Doei.